Ik heb de Pokémon 151 Ultra Premium Collection. Ja, ja, dat is deze. Deze is zo vet. Daarin zit een muntje, dobbelsteentjes, een deckbox, 2 condition markers, 16 pakjes en een hele vette nieuwe playmat. En natuurlijk zitten er ook hele vette kaartjes in. Dit is een metalen kaart. Je ziet het ook aan de achterkant, ander kleurtje. Ja, kijk, hij is keihard. Maar mij ging het vooral om deze 2 Illustration Rare kaarten van Mew en Mewtwo. Ik wil namelijk alle Illustration Rares gaan sparen die er gaan komen van de eerste 151 Pokémon. En deze zijn natuurlijk echt onwijs. Cool. Laat even in de reacties weten welke van deze 2 kaarten jij het vetste vindt. Deze Mewtwo of deze Mew EX. De allereerste codekaart is voor jullie. En vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren als je van Pokémon en Nintendo houdt. Want dan moet je op dit kanaal zijn. Eens even kijken wat hier allemaal in zit. We hebben al heel veel kaartjes gezien natuurlijk in deze set. Lapras, Cycling Road. Nu komen we op de plekken dat de hele vette kaarten in het pakje kunnen zitten. En wat zit er in het eerste pakje? Een Dangalar Reverse. En in het volgende pakje een Moltres. Snel door met het tweede pakje. Oeh, kijk, ik heb een glimmende Basic Energy. Dat is alvast lekker. Die leggen we even apart. Dan gaan we verder met Jigglypuff. Met Staryu. Oeh, Charmandertje. Een Spearow. Een Big Air Balloon. Primeape, Vero, een Porygon Reverse. En dan hebben we nu een Lickitung Reverse. En dan hebben we nu een Marowak. Ja, dat begint wel een beetje wack, inderdaad. Maar nog 14 pakjes te gaan, jongens. Komt goed. Weet je, ik gun jullie gewoon alle codekaarten. En dan zou ik het natuurlijk wel leuk vinden als meerdere mensen die codekaarten kunnen krijgen. Dus pak ze niet allemaal. Don't Fossil, een Weedeltje. Oh, een Zubatje. Rhydon, Executor, een Rigidband. Nidoqueen is de eerste reverse. De tweede reverse is weer een Tentacruel. En als laatste... Ja, het gaat nog niet zo goed. Alsjeblieft, jongens. Pakje nummer 4, geloof ik. We hebben Vulpix. Caterpie. Die heeft trouwens een hele leuke illustration, right? Die wil ik eigenlijk best wel graag hebben. Het zou leuk zijn als we die vandaag kunnen poelen. We hebben een Dome Fossil, Pharaoh, Onyx. Dragonair, die heeft ook een hele vette illustration rare. Die heb ik trouwens al. We hebben hier Persian Reverse. En we hebben Rhydon Reverse. En we hebben weer Moltres. Let's go, jongens. Let's go. We beginnen met de Fighting Energy. Clefairy. Machop. Porygon. Electabuzz. Cloyster. Oké, dit zijn wel andere kaartjes dan in de eerste paar pakjes. Misschien is dat een goed teken, jongens. Rhydon. Fireplume Reverse. Oh, ja! We hebben... de LKSM EX. Ja, ja, ja. Die hebben we al een keer eerder gepoeld. Maar dit is een heel mooi kaartje die ik natuurlijk wel een keertje kan ruilen. Want ik weet zeker dat er mensen zijn die deze kaart heel graag willen hebben. Oh, oh. Kijk nou wat erachter zit. De LKSM EX. En die hadden we nog niet. Kijk, we hebben gewoon even een double pool. En ook gewoon de 2 LKSM's in 1 pakje. Dit vind ik echt super mooi. Hoppakee. Alsjeblieft, jongens. Eens even koekeloeren of we 2 vette pakjes achter elkaar kunnen krijgen met Poliwag. Ponyta, Farfetch, Pikachu. Die heeft... ik wil die illustration rare hebben van Pikachu. Die heb ik nog niet. En die is ook heel erg cool. Nidoqueen, Victory Bell. Oh, fun fact. Weten jullie dat ik nog steeds geen Bellsprout heb? Dit is echt zo raar. Al zoveel pakjes geopend. Ben benieuwd of die in deze video terechtkomt. We hebben in ieder geval Big Air Balloon. Rhyhorn Reverse. Een Tangela Reverse. En Marowak. Heel erg werk. Codekaart voor jullie. Volgens mij zouden ze tegenwoordig allemaal hetzelfde gewicht moeten hebben. Maar oké, ik ben benieuwd. Basic Energy. Miauwtje. Een Executje. Een Machoppie. Clefairy. Protective Goggles. Een Tentacruel. Wel een vet kaartje hoor dit. Arcanine. Ook een hele mooie Pokémon. Reverse. Super cute. Slowpokey. Oh, een Hitmonlee. En als laatste. En als laatste. En als laatste. Oké, okay, nou ja, was niet zwaarder. Als we dit pakje hebben uitgepakt, zijn we alweer op de helft. Als we nu 1 goed pakje hebben op de helft, dan is dat niet super goed. Maar dat betekent denk ik dat de tweede helft heel goed gaat zijn. Dus blijf vooral kijken, jongens. We hebben een Fire Energy. Dat moet iets goeds betekenen. Fire Energy hebben we volgens mij nog niet gehad. Vulpix. Caterpie, een Eevee, een Kingler, de Energy Stickers, Rhydon, Nidoran, dat is nog niet de reverse, Bill Transfer is de reverse, en dan de, ja, 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 Venusaur EX, lekker, een nieuwe pool, hoppakee. Deze heb ik ook dubbel, maar maakt niet uit, kennen we allemaal een keer ruilen. Die gaat ook gewoon heel mooi in een sleevey. Dat is toch gewoon weer een pool. Oké, de tweede helft van de box. Alsjeblieft, daar is die weer voor jullie. Een Water Energy. Zou hier de Blastoise Illustration Rare of de Squirtle Illustration Rare in zitten? Die van Wartortle, die heb ik al. Electabuzz, Koffing. Tangela, spannend, Snorlax, spannend, Sandslash, Nidorino, oh, die heb ik trouwens ook nog niet, dus dat is nice. Die leg ik ook maar even apart.
Clefairy Reverse, Cubone Reverse en als laatst Dodrio. Ik heb tot nu toe meer geluk met mijn Elite Trainer box en zo, hoor. Maar we gaan niet klagen, want we hebben nog heel veel pakjes te gaan. Let's go! Basic Energy, Dome Fossil, kom op jongens. Weedle, Zubat, Goldeen, Executor, Rigid Band, Graveler, Reverse Butterfree, Reverse Spiro en als laatste Machamp. Ik heb nog 6 pakjes. Misschien moet ik hier gewoon de gelukstruc mee doen. Oké. En waar blijft die Bellsprout? Oh, kijk, ik heb weer de glimmende Basic Energy. Oké, Vulpix, Magnemite, Caterpie, Eevee, Dewgong, Hitmonchan, Seaking, een Parasect Reverse, een Growlithe Reverse en een nee. Hoe vaak krijgen we die Marowak? Stomp! Ik ben er nu wel klaar mee met die Marowak. Oké, nog 5 pakjes. Minimaal 2 goede pakjes, jongens. Let's go. Alsjeblieft, gaat dit weer een goed pakje zijn. Er zijn ook God Packs. Dat betekent dat je de hele evolutielijn van Bulbasaur, Squirtle of Charmander in 1 pakje kan krijgen. Die bestaan. Ze zijn nog niet heel veel gepoeld, maar ze bestaan wel. En hoe vet zou het zijn als wij zo'n pakje zouden hebben? Ik denk het niet, want we hebben hier Goldeen. We hebben hier Machoke en we hebben hier Flareon. Dit begint wel een beetje pijnlijk te worden. Kom op, kom op. Doe even een duimpje omhoog als je hoopt dat in een van de laatste 4 pakjes een goed pakje zit. Kijk, dit begint lekker. Een mooie Electric Energy kaart. Electabuzz, Tangela, Poliwhirl, Kakuna, Raticate, Irrigas Invitation, Magneton, Reverse Geodude, Reverse Growlithe. Kom op! Nee. No. Dit zijn best wel dure dozen. Van tussen de 130 en de 150 euro. Dus je hoopt gewoon wel dat daar dan wel een paar goede pakjes in zitten. Maar tot nu toe valt het wel een beetje tegen voor dat geld, jongens. Hopelijk komen we nog met 1 hele, hele goede pool. Ik heb in ieder geval wel eindelijk mijn Bellsprout te pakken. Dat dan weer wel. We hebben Pinsir, Bills Transfer, Golbat, een Reverse Staryu, een Reverse Kadabra. Ik durf bijna niet te kijken. Wat gaat dit zijn? Gyarados. Nog maar 2 te gaan. Maar we hebben bijna altijd aan het einde van de video's wel onze beste pakjes. Dus misschien gaat dat nu ook weer gebeuren. Ik heb Grimer. Een Weedle. Zubat hebben we allemaal al heel vaak gezien, deze kaartjes. Let's go. Geef me even die ene goede kaart. Kom op, Raticate. Kadabra. No! Dan moet dit een Godpack zijn. Anders is dit toch gewoon helaas best wel een slechte box. De laatste codekaart. En voordat we het laatste pakje uit gaan pakken, laat ik even wel de pool zien die hierin zaten. We hadden een Venusaur EX'je. Een Alakazam EX'je. Deze natuurlijk wel heel erg vet. Jammer dat ik die al heb. Ja, en verder de promokaarten die ik gewoon heel graag wilde hebben. Van Mewtwo. Van Mew. Ja, en deze metallic card. Please, kunnen we afsluiten met een banger Slowpoke. Met een banger Magmar. Met een banger Horsea. Doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren als je van Pokémon video's houdt. Als je van Nintendo video's houdt. En dan gaan we nu kijken naar het laatste pakje. Wat zit erin? Een Ninetales EX. Is natuurlijk niet verkeerd, maar ja, voor 150 euro was dit matig. Helaas zit hier die boxen er ook tussen, jongens. Het zit niet altijd mee.